Het is vandaag Koningsdag en we vieren met z'n allen de verjaardag van de koning. Er zijn allemaal kraampjes in Wassenaar en de vlag wordt gehezen. En er is natuurlijk ook nog een koffietafel en veel muziek. Wie was stadhouder Willem III? Zijn Engelse moeder was de zuster van de Engelse koning Charles II. Zijn vrouw, Mary Stuart, was zijn volle nicht. Maar, kunt u zich afvragen, hoe werd hij uiteindelijk koning van Engeland? Uit onvrede met King James verzocht een groep Engelse parlementsleden stadhouder Willem III formeel het land te invaderen. Onmiddellijk deserteerde een groot gedeelte van het Engelse leger. Het kader van het land verklaarde acuut steun aan stadhouder Willem III. De koning van Engeland, zijn schoonvader James II, nam de benen. The Glorious Revolution was een feit. Een omwenteling zonder bloedvergieten. Een echt keerpunt in de Nederlands-Engelse betrekkingen. Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag, op de verjaardag van onze eigen koning, is het ook zinvol ons te verdiepen in zijn agenda. Jaarlijks licht ik er één aspect uit. Met deze keer de focus op economische diplomatie. Iets wat leeft bij Willem-Alexander, maar ook bij zijn broer Constantijn. Denk aan de inspanningen van prins Constantijn voor de high-tech sector in Nederland. Vooral snel groeiende en vernieuwde MKB-bedrijven kunnen op hun belangstelling rekenen. Met terugkerende aandacht voor hele eigentijdse thema's, denk aan de digitalisering, de energietransitie, het waterbeheer, maar ook minder harde onderwerpen als de sociaal-economische relevantie van arbeid. Koninklijke werkbezoeken fungeren als een stempel van goedkeuring met volop positieve spin-off. Daarom wensen wij, het staatshoofd, geluk en wijsheid. Met elkaar en feestelijk. Een dag van ontmoeten en samen zijn. En een dag waarop de roep naar eendracht in onze wereld luid klinkt. Net als in 1688. Wat geweldig dat er weer zoveel mensen vandaag ook hier op het mooie plein in Wassenaar zijn gekomen. En niet alleen hier, want in heel Nederland en in het bijzonder natuurlijk vandaag in Amersfoort wordt Koningsdag gevierd. En gelukkig is het hier droog. Ik hoop dat dat in Amersfoort ook een beetje gaat lukken dadelijk als de koning en de koningin daar zijn. In heel Nederland wordt Koningsdag gevierd, maar ik moest het weer denken, net toen de heer Stallinga ook zijn toespraak hield. Ik denk, Wassenaar is toch wel heel uniek, ook als het gaat over het houden van een albade. Dus ik heb in heel veel dorpen en gemeentes een albade meegemaakt, maar een historische toespraak van een voorzitter van de Oranjevereniging kan alleen maar in Wassenaar. En ik moet eerlijk zeggen, meestal blijft het bij een paar kinderliedjes met kinderen en dat is ook heel gezellig, niks te kwaad daarvan. En dan wordt het vooral de burgemeester geacht die dan wat zegt, maar dat zijn meestal van die platitudes, u snapt dat. Maar een voorzitter van een oranje vereniging die zo'n inhoudelijk verhaal houdt, dat is echt uniek en dat kan ook echt alleen maar in Wassenaar. Heel mooi. En er is weer van alles georganiseerd door de oranje vereniging, door de mensen van de gemeente, door allemaal vrijwilligers van het Rode Kruis en van allerlei mensen die zich daarvoor ieder jaar weer inzetten.
En dat is daardoor alleen maar een extra feest. Overigens moet ik natuurlijk ook alle winkeliers noemen en de winkeliersvereniging die zich daarvoor hebben ingezet. Heel veel dank alweer voor die inzet. Geniet er ook vooral met elkaar van, niet alleen van de kinderen hier in de Langstraat, maar ga zeker ook naar de Bergrij, want daar is natuurlijk weer een enorme markt georganiseerd. Geniet van de gezelligheid, van alle mensen die koffie inschenken en alle andere leuke dingen die er zijn. Ik zou zeggen, laten we afsluiten met, iemand probeerde het net al vanuit de scouting, een driewerf hoera voor onze koning. En u mag daar natuurlijk ook koningin Maxima bij betrekken, onze oud-wassenaarden, ze zijn helaas verhuisd. Maar goed, ze zijn nog wel steeds een beetje ook van ons. Ik zou zeggen, lang leven de koning, hoera, hoera, hoera. Een prachtige dag gewenst. U bent al meer dan 10 jaar voorzitter van de Oranje Vereniging in Wassenaar. Dat klopt. Ik ben hier in 2006 mee begonnen en ik doe dit nog steeds met het hele team, ieder jaar met veel plezier. En wat houdt het allemaal in? Het is eigenlijk iets wat het hele jaar doorgaat. De Koningsdagviering is natuurlijk een hoogtepunt in de jaarlijkse Oranje agenda. Maar in Wassenaar is het voornamelijk een feest ter gelegenheid van de koning, maar met heel nadrukkelijk het doel om de samenleving bijeen te brengen. Wassenaar is toch enigszins gefragmenteerd met verschillende wijken, buurten, de happy few en de wat minder bevoorrechten. Wij proberen dat allemaal bij elkaar te brengen. Dat doen we hier met een formele setting, met een toespraak door de voorzitter van de Oranje Vereniging, door de burgemeester, met prachtige muziek. Maar natuurlijk ook met de lossere onderdelen, met muziek, met optredens, met een kindervrijmarkt. Ook met de deelname van heel veel nieuwe Nederlanders en de buitenlandse community die in Wassenaar fix is. Er wonen hier 2.500 expats.